Volgens de jury heeft André van Duin zichzelf opnieuw uitgevonden als presentator en als acteur. En dat heeft hem een heleboel nieuwe fans opgeleverd. Toen ik in 1947 geboren ben, vlak voor de oorlog, vlak na de oorlog in Rotterdam, was die stad druk bezig met de wederopbouw. Puinruimen en herstellen van de immense schade die was veroorzaakt door het grote bombardement. In Rotterdam kregen net als in vele andere steden alle mannen tussen de 17 en 40 jaar het bevel zich te melden voor die arbeidseinsatz, dwangarbeid. Wegen en bruggen werden afgesloten, zodat niemand kon ontsnappen. Op onderduikers en zij die wilden vluchten, werd meteen geschoten. Het was de grootste razzia in de geschiedenis van ons land. Mijn vader werd ook opgepakt en per trein naar Duitsland gedeporteerd. Wat hij daar precies heeft gedaan en welke ontberingen hij heeft moeten doorstaan, heeft hij nooit iets over verteld. Als ik er iets over vroeg, zei hij meestal: dat wil je niet weten, jong. Hij had het overleefd, maar je moest niet vragen hoe. Een indrukwekkend televisiemoment. 4 mei 2021. De komiek André van Duin houdt de 4 mei-lezing op de Dam. Op serene toon spreekt Van Duin zijn woorden uit. Het is tekenend voor de man die zich de afgelopen 10 jaar opnieuw heeft uitgevonden. Niet langer alleen een volkse raskomiek, maar uitgegroeid tot een hartverwarmende presentator en een groots acteur. De lach, en daar heeft hij zelf nog het meest aan moeten wennen, is niet altijd meer nodig. De komende 40 minuten kunt u kijken naar een vernieuwd televisiemonument over de vandaag 75 jaar geworden André van Duin. Ja, ik zie daar wat komen. Wat zie je komen? Sloten. Sloten? Ja. Dat wordt onze derde stempel alweer. Ach, is dat onze derde stempel alweer? Ja. Dat gaat het toch snel, hè? Hallo allemaal. Hoi. Ja, nou, wat enig. Nou, wat een ontvangst. Wat een ontvangst, jongens. Fantastisch. Daar gaan we voor de allereerste keer. Het is altijd spannend, de allereerste keer, Jannie. Ja, die jij nog herinneren, de allereerste keer. Van jou? Je allereerste keer? In de tent. Weet jij nog de allereerste keer? Ja, zeker. Was gezellig. Ja, natuurlijk. De eerste keer vergeet je toch nooit. De eerste keer is hartstikke leuk. Oké, bakkers klaar voor de allereerste keer. Bakken maar. Het busje reed ons gisteren na de lunch naar een Noord-Hollands kunstenaarsdorp. Ergens in de duinen zouden we worden opgewacht door een artistieke dame. Er was wat verwarring over de plaats van bestemming. En ik had me ook niet afgevraagd hoe we Evert in zijn rolstoel ter plaatse moesten krijgen. Het kostte aardig wat moeite om hem over het zandweggetje het duin op te duwen. De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen. Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders. Goedemiddag, station Malibaan, Spoorwegmuseum. Iedereen uitstappen graag. Ah, dat is mijn halte. Hij begon ooit als gekke bekkentrekker met een scheve mond als handelsmerk. Die gekke bekken en die scheve mond, die zijn verdwenen. Hij heeft geen hulpstukken meer nodig. De nu 75-jarige André van Duin is de nester van het goede humeur van de Nederlanders geworden. Zelden in onze amusementsgeschiedenis heeft iemand zo'n adembenemende carrière mogen hebben. Als onopvallende baby, geboren in het legioen van babyboomers in de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog, groeide hij op in een heel eenvoudig Rotterdams arbeidersmilieu. En hij was voorbestemd voor een onopvallend bestaan.
Maar al vroeg schreef de toen 15-jarige André van Duin brieven naar de omroepen om te solliciteren naar de betrekking als humorist. En even zoveel keren werd hij, soms malend, afgewezen. André van Duin, die 60 jaar later zou zijn uitgegroeid tot een van de meest geliefde mensen op televisie. Verder thuis hadden we niet zo'n... Het was gewoon een heel geregeld, degelijk gezin. Waar mijn vader vaak overwerkte, op zaterdag nachtje erbij pakte en zo. Omdat ik met alle geweld een brommer moest of een platenspeler of whatever. En mijn moeder was gewoon, die was altijd thuis gewoon, zoals dat toen de tijd nog was. Ze waren vol liefde voor hun zoon. En meer dan blij dat hij bekend werd, hoewel die moeder een keer gehuild heeft aan tafel, dat hij wegging. Hij moest optreden en dan moest hij met een auto weg. En toen zat hij te huilen. En toen zei ik, mevrouw van Duin, want ik noemde geen voornaam hoor. Ik zei altijd op mevrouw van Duin. Ik zei, u moet blij zijn dat die zoon zo de wereld in kan en zo door zoveel mensen gewaardeerd wordt. Ik zeg het om maar gelijk te zeggen, en ze huilde nog steeds. Toen zei ik, ik ga een taart halen en wat heb je het liefste? Mokkataart. He? Of een andere taart. Mokkataart, zei ze toen. En toen was het huilen over. Ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ja. Ja, maar ik heb een vrij korte jeugd gehad. Tenminste, geen korte jeugd. Maar ik ben gauw... ik was erg geïnteresseerd om artiest te worden. Ik wilde altijd maar artiest worden. Dus ik luisterde in tegenstelling tot mijn vriendjes luisterde ik naar de radio. Wat? De Bondse Dinsdagavondtrein, de Showboot, Koek en Ei. Koek en Ei, heb je dat? Ja? Rens van Dort wipt even bij jou aan. Al die dingen. Dus ik luisterde veel meer. Nou, dat vond ik geweldig. Die radio biologeerde mij enorm. Dus ik had altijd dat idee. Als je daar toch bij hoort, dan weet je toch wel iets heel bijzonders. Was je iemand, vond ik. Je hebt zijn ouders ook gekend. Ja. Wat waren dat voor mensen? Hele nette, hardwerkende Rotterdamse arbeidersmensen. Maar om een voorbeeld te noemen. André heeft nog nooit met zijn vader en moeder kunnen praten over zijn geaardheid. Hij leefde samen met een vriend, daar werd niet over gesproken. Dat kun je aan de ene kant zeggen, god wat ruimdenkend. Maar ik denk dat het gewoon was van, ja, dat is er niet. Nee, mijn vader had het juist niet, die was altijd wel bezig met dit. En die vond het ook heel bijzonder toen ik artiest werd. Want die, geweldig, mensen hem kenden. En die ging ook graag dan mee. En, geweldig om te zeggen, ja, dat is mijn zoon, weet je wel. Dus was daar ook echt trots op. Terwijl mijn moeder echt iets had van, ja, natuurlijk kan die jongen dat. Dus dat is mijn zoon, ja. Ja, nou ja, dat kan niet nou eenmaal. Dat is toch eenmaal zo. Vond het helemaal niet bijzonders. Dus er waren twee tegengestelde types wat dat betreft. Ik denk dat André de vorming van als mens, hoe die geworden is, dat hij dat heel veel zelf heeft moeten doen. En Theo Rekkers, ik heb daar mijn steentje toe bijgedragen, maar vooral André zelf heeft heel hard aan zichzelf moeten werken om die populariteit en iedereen die hem maar leuk vindt en ook een keer weer helemaal niet en weer kritiek en dan weer bejubeld worden. En als je dat als gewone Rotterdamse jongen met een kleine opleiding, als je dan zo als mens daaruit komt, dan zit je verdomd goed in elkaar. Op 24 juli 1964 deed hij nietsvermoedend mee aan de moeder aller talentenjachten op televisie Nieuwe Oogst. En tot zijn eigen stomme verbazing won hij. En 8 miljoen Nederlanders waren daar getuigen van. Ready, set, go man, go. Weet u wat ook zeer gevoelig is? Kijk, eens, in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie, dan graaft u in een beerput. Beste André van Duin, het applaus uit de zaal, dat laat geen twijfel over hoe men over je denkt. Als je opkomt, hè, dan denk je, wat moet dat worden? Dan staat er een heel timide mannetje eigenlijk. Hè? Maar als je eenmaal losbarst, nou, dan is het werkelijk geweldig. Ja, dat is de bedoeling. Ja, dat begrijp ik. Hij was thuisgekomen s'avonds. Nou, het is leuk geweest. Ze wist ook niet dat het zo goed was gegaan.
En ik ben toen met zijn ouders gaan praten, moet ik je eerlijk zeggen. Twee brave mensen die geen enkele moeite hadden met het feit dat ik dat ging doen. Ging ook niet vragen, kan u dat wel? En hoe gaat u dat doen? En hoe gaat u het geld regelen? Die waren zo vol van vertrouwen dat ik het een ereplicht vond om dat mensen te helpen. En op de best mogelijke manier. En omdat we zelf al 20 jaar in het vak zaten, wist ik hoe het niet moest. Er waren impresariaten die 40-50% commissie namen voor wat de man verdiende. En dat heb ik dus nooit hoeven doen en kunnen doen. Dus het geld wat André verdiende, was André zijn geld. En daar heb ik toch zijn grote blijdschap mee gewonnen en zijn vriendschap. Het theater is de plaats waar André van Duin zijn vak het liefst uitoefent. Daar kan hij zijn nieuwe repertoire toetsen aan het lachlustige publiek. Een uniek kijkje achter de schermen. Ja, dat weet ik ook nog. Dat is al wat met de koer. Ja, nee. Oh, ja, nee. Oh. Dat is het. En niet geen pauze nemen. Zo, dat is eruit. Ja, nee, voor een uitleg. Ja, en dan zeg ik het. Ja. Zo, dat is eruit. Hij heeft een prettig karakter. Hij is redelijk gevoelig en hij is zachtaardig en hij is... wars van welk concurrentiegevoel, wat dan ook. Hij heeft een nette man. Een hele aardige, lieve vriend. En een rustig persoon ook. Want zo uitbundig als hij is om 8 uur tot 11 uur... hij draait een soort knop om. Je kan precies eigenlijk zeggen... deze knop is omgedraaid om 7:59. Dat kan je zo zien. Dan gaat er een soort straling van hem uit. Een soort turbo slaat er dan aan. En dan zie je een heel ander mens. En die gaat de bühne op en die is bezig. En de afloop dan gaat hij douchen. En dan komt er een heel andere persoon, komt de artiestenfoyer binnen. Dit is heel, heel leuk om te zien. Ja, het is een clown die ze afsminkt. Goedemiddag, wij zijn van Man bij het Hond. Kent u het? Nee, ik kijk altijd naar Vrouwelijk Poes. Ik ben hallo, ik ben Marcel van Glasgow. Jullie hebben zoveel ervaring. Ervaring zegt niks. Kijk maar nee, dat zegt hij. Hij heeft één heel vreemde karaktereigenschap. Hij kan niet tegen confrontaties. Hij kan niet tegen onmin of tegen strubbelingen. Dus het moet allemaal heel gladjes verlopen. Hij zegt ook, ik wil dat iedereen om 6 uur in het theater is. Dat we samen eten. Want dan weet ik dat iedereen er is. Dan hoef ik daar niet me zenuwachtig over te maken. En ik weet dat ze goed eten. En dat goede eten is meestal stampot met rauwe andijvie of zuurkool of boerenkool. Dat is heel gevarieerd. En een stuk hemaworst erbij. Dat ontbreekt zelden. Dus ja, dat gaat hij gaat het uit de weg. En hij, als er ook iets is, dan stuurt hij een ander. Hij kan niet... Heb je wel eens ruzie met hem gehad? Nooit. Ik eet die ballen gewoon met mijn hand, Beb. Dat vind ik helemaal niet. Nee, doe dat. Dat mag je niet doen. Je hebt gehoord wat die meneer heeft gezegd. Je mag alleen maar met stokjes eten. Niet met je handen eraan zitten. Doe dan een keer niet zo onsportief, hè. Ja. Vrij flauw. Dat vind je flauw? Ik vind het flauw. Ik doe een beetje zout. Nee, niet met je handen. Met stokjes moet je dat doen. Ik hoop dat zoutvaartje toch niet met stokje te pakken. Dan ga je toch gewoon... Dat heb je meneer gezegd. Je mag niet met je handen nergens aan zitten, hoor. Toevallig. Ja, zit nou. Gaat het goed? Goh, je weer al dat zout te eten. Nou ja, ik prummel het wel een beetje door. Je moet er toch iets van eten, hè, Beb? Nee. Ik dacht toch. Wat is Theo Rekkers voor een mens voor jou? Nou, want wel een tweede vader eigenlijk. Want die, ja, die heeft heel veel voor me gedaan natuurlijk. En, zowel als je privé moeilijkheden en zorg had. En die artiestenhandel natuurlijk. Want hij kende iedereen. En Theo en Huug had een hele goede naam in het vak ook. De spelbrekers waren echt gentlemen. Iedereen was daar bevriend mee en zo. Dus Theo kon ook iedereen bellen. Zo, god, een jonge jongen. En ik moet even kijken naar hem en zorgen mee. Dus iedereen had een soort... Ik was een soort protégé
van Theo geworden. Dus een soort kind van Theo geworden. Die, dus iedereen zag mij ook zo in die begintijd van, ja, die hoort bij Theo. Dus, maar ja, ik heb eigenlijk twee vaders. Ik heb Theo Rekkers, die dus helemaal van beginnen van. En Joop van den Ende is ook natuurlijk een soort vader geweest altijd. Ja, ik denk dat André en ik heel erg veel voor elkaar betekend hebben. Als ik mag zeggen wat André voor mij geweest is. Heeft voor mij deuren geopend bij de omroepen. André was hot. André, humor, lach is voor een omroep ongeveer een van de belangrijkste dingen. En ik vertegenwoordigde dat. Ik had die afspraak met André en Theo Rekkers. Dat ik dat verkocht voor televisie. Natuurlijk in overleg. En ik kon daarbij ook mijn andere werk verkopen. En ik deed het goed. Nee, ik probeerde een goede producer te zijn. Met vallen en opstaan, maar ik heb geprobeerd. En door André kreeg ik ook andere werk. Dus hij is heel belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling. Nou, ja, Joop is eigenlijk gelijk bij mij begonnen. En toen ik begon, was ik wel naamsbekendheid had ik al wel. Ik had natuurlijk nieuwe oogsten zo gedaan, dus de mensen kennen me wel. Maar we zijn toch samen begonnen. En Joop had een theaterbureautje. En ja, het leuke is dat we nog steeds uit die tijd nog steeds zo samen. Want ik ben eigenlijk zijn oudste werknemer. Want ik ben de enige die nog over is van vroeger eigenlijk. Waar die zich nog steeds mee bemoeit. Want ook de nieuwe shows en de theatershows. Die wil die allemaal zeggen. Ja, dat doe ik zelf. Vind ik leuk. Dat vind ik gezellig. Want hij heeft natuurlijk heel veel. Doet die dingen die niks meer met artisticiteit te maken hebben. De theaters bouwen en zo. En vergaderingen en dingen. Maar programma's maken doet hij dus niet zoveel. Maar dit vind hij dan leuk om nog bij te doen. Omdat we al zo'n lange relatie hebben. Ja, we zijn eigenlijk samen begonnen. En dat zegt hij ook altijd eerlijk. Dankzij mij is hij toen bekend geworden. En nu is hij dat ver voorbij gestreefd. Dus daar gaat het niet op. En nu houden we elkaar nog steeds vast. En dat is een hele goede relatie. Ja, nou, zin in de laatste. We zijn helemaal. Ja, nou, gaan we. Ik denk, ik heb een clowntje doen. Gewoon nou de heze stem. Ja, natuurlijk. Die heel leuk gaat werken. Maar in het begin was het een onvoorwaardelijk geloof in zijn talent. Als ik niet kan lachen om een grap, niet kan lachen om een scène of een idee, dan is het ook niet leuk van André. Want ik ben echt zijn grootste, dat was zijn vader, maar laat ik zeggen, daarna ben ik zijn grootste fan geworden. Omdat ik echt kan lachen, om André. Maar komt hij dan kijken? Heeft hij dan kritische opmerkingen? Ja, ik neem het. Durft hij dingen tegen jou te zeggen? Ja, zeker. Ja, absoluut, ja. Ja, meer dan je lief hebt. Ja, hij zegt alles. En dat moet ook, want je moet iemand hebben die... Maar niet zozeer kritiek, maar het is meer om je te inspireren. Dus dan zegt hij, ja, veel leuk, maar het zou misschien leuker zijn die of dat. Of denk daar eens over na. Nou, dat vind je leuk. En dan denk ik op dat moment wel, gelul, maar het is zo wel leuk. Maar daarna dan ga ik het toch weer zitten schrijven. Of nadenken, misschien toch weer anders doen. Of zus doen, of zo doen. Hele goede avond, dames en heren. We hebben een half uur voor aanvang. Iedereen weet ook, er is één iemand die heel erg speciaal is. En dat is André van Duin. Dat is mijn dankbaarheid aan zijn trouw. De gegroeide vriendschap. En mijn verliefdheid op zijn talent. Niet slaan. Huh? Niet slaan. Je krijgt een kusje van jou. Ja. Ik ben hartstikke lief voor je. Vanaf zijn 16e is André van Duin artiest. 59 jaar in het beroep van grappenmaker. Zijn beste vriend is zonder twijfel Joop van den Ende. Al meer dan 50 jaar werken ze nauw samen. En hun vriendschap is uitgegroeid tot een verbond dat al een leven lang bloeit. In het archief van de omroepen kom je de naam André van Duin meer dan 5000 keer tegen. Geen ander artiest komt in de buurt van dat getal. Geen komiek stond zo gerand voor de gulle lach in ons vaderland. Generaties lang. En een keuze maken uit die 5000 item is een onmogelijke opgave. Een collage van een aantal hoogtepunten kietelen wellicht ons collectieve geheugen. Wat zit je nou te doen, Ben? Ben mijn oorbel kwijt. Misschien is die wel in de soep gevallen. Daarvoor ik nou toch ook niet goed van met jou, hè? Wie laat nou zijn oorbel in de soep vallen? Wat een gezeur, nou gaan we gaan zeggen. Nou, maar ik moet hier ergens liggen. Die bord, Ben. Ik voel wat. Mijn schoen! Trek je schoen aan, Ben. Ik heb me nog nooit zo comfortabel gevoeld als bij André.
zijn houding. En mijn verlegen, toch een soort verlegenheid die ik had. Onzeker, heel erg onzeker. Leesblind was ik ook nog eens een keer. Dat had Zonneveld ontdekt. Maar naast André kun je mij echt niet kapot maken. Nee. Dat is zo mijn zekerheidje. Ja? Zo comfortabel met een mens heb ik me nog nooit gevoeld als met André. Dat meen ik echt. Cor is natuurlijk een verhaal apart, hè? Want Cor is zo'n... die is echt een Rotterdamse ook. Ik klik altijd wel erg met Rotterdammers, moet ik zeggen. Want met Cor dus ook... ze doet eigenlijk... nu doen we af en toe meneer en mevrouw de Bok. Dat is ook zo'n twee van die typetjes die dan ontstaan zijn. En dan Cor, die neem je gewoon mee. Zoals je hond, zo te zeggen. Weet je, die hond achter je hand. En die vindt ook alles goed en die babbelt mee en zo. En zeggen, nou Cor, we gaan daar en daar naartoe. En dan gaan we die mensen ontmoeten. En dan zeg jij dit of dat. Oh ja, dan babbelen en dan gaat het gewoon... Magisch hoe dat werkt. Ja, dat is gewoon een echtpaar wat al jarenlang samen woont. Die voelen elkaar aan. Wat betekent die voor jou? Veel. Ik word er zelfs nu een beetje ontroerd van, ja. Dat mag. Kan je proberen uit te leggen wat hij dan in jouw leven heeft toegevoegd? Hij heeft iets van een bescherming. Als ik naast hem sta... Ja. Dan is net of er mij niks kan gebeuren. André had er wel schrappen met jou uit, hè? Hij zette jou op een gegeven moment ook. Nou, kan je dat nou zeggen, Han? Ja. Ja, ik denk dat hij iets in mij ziet van een beetje onnozel. En ik laat dat ook zo. Hij krijgt alle kans bij mij. Maar ik zeg het, ik ben ook helemaal in functie van André, hoor. Ik laat alles op me afkomen, want dat werkt het best. Ja. Je geeft hem ook alle ruimte. Alles. Het is tot Dre. Hij is de komiek. Nokka! Natuurlijk niet zomaar, mevrouw Bouwman. Want wij hebben het een nationale geschenk bij ons. En dat mogen wij u hierbij aanbieden namens het hele Nederlandse volk. Het is een bloedzuiger. Heet een bladzuiger. Dat is voor in blad. De tuin. Dat maakt het weet ze zelf ook, dat het voor de tuin is. Begrijpt dat. Ze leven niet mee naar de slaapkamer. Dat begrijpt ze zelf ook. Dat was een soort van liefde tussen die twee. Dat kun je bijna niet bevatten. Hoe zij als een soort gummibal bij hem was. En André kon erin knijpen. Hij kon erop slaan. Hij kon er alles mee doen. En dat accepteerden ze allemaal. En ze... Er stond een clownsduo ontstond er. Het is er niet meer. Het komt er niet meer. Het is uniek geweest. Ik zal hem even voor u demonstreren. Oh, wat voor een toer. Rustig. Kom op. Zuiger, kom. Hele bijzondere voor u ook. Was een idee van Guus Verstraat eigenlijk. En die zei van, moet je met een cadeau binnenkomen? Misschien een bladzuiger of zo wel een idee. En dan met veel lawaai. Maar ja, dat is natuurlijk een risico. Want ja,
Niemand is voorbereid. De mensen die er zitten, en Mies Bouwman zeker niet. Dus die krijgt ineens een bladblazer recht in de gezicht. En die blazen al haar haar, waar ze ook een uur lang bij Leko had gezeten om te voet te krijgen. En ook de mensen eromheen. Die, nou, erger kan een vrouw niet overkomen. Zeker niet als je jarig bent, dat je haar zo gaat. Maar ja, het is televisie, het is rechtstreeks. Er staan camera's op en mensen om je heen moeten lachen. Dus ja, je moet wel mee lachen. Je kan er niet tegen. Dus gelukkig pakte dat goed uit. Maar voor hetzelfde geld pakte het helemaal niet. En vindt ze het niet leuk, dat kan ook natuurlijk. Dat is altijd het risico met humor natuurlijk. Humor gaat altijd ten koste van iets of iemand. En dan ligt het eraan hoeveel sympathie je hebt, of ze dat wel of niet van je pikken. Ja, daar is hij weer, hè. Tweede bed. Wordt geklopt op de deur. Ja, dan komt dat binnen. Goedemorgen, mensen. Ome Jo. Ome Jo. Had ook wel iets eerder van huis kunnen komen. We zijn al een kwartier bezig met het programma. Ik kon niet eerder weg, mensen, want er zat er eentje dwars. Ome Joop, we zitten midden in een radioprogramma, mensen zitten thuis met een boterhammetje. Zit er eentje dwars, mensen. Ik begrijp dat nou, het is zo onsmakelijk. De mensen thuis willen dat toch allemaal niet horen. Wat heeft het nou voor nut allemaal? En go! Vooraan. Go. Goed zo. Go. Dat gaat goed. Vooraan. Ja. Is uw broer ook zo handig? Dat mijn broer. Een van de legendes in het vak is dat als jij meneer Wijdbeen speelt, dat het echt in één take wordt opgenomen. Is die legende waar? Ja, nou ja, legende. Dat komt eigenlijk omdat ik... Dat vaak bij mensen thuis. En dat heb ik zelf ook... zo'n filmploeg in je huis. Dan ben je weer weg, weet je wel. Dus ik kan me voorstellen dat mensen denken, god, daar komt die Van Duinen, wat gaat er allemaal gebeuren? Dus ik doe dan meestal in de auto mijn hoed op en die bril en de camera draaien, hup, naar binnen. Ik zeg, met 10 minuten erin en eruit. Die mensen een soort van... De mensen, ja, helemaal niet. Ik vind het juist hartstikke leuk dat jullie er zijn. Maar ik heb altijd iets van, ik stoor gauw mensen. De mensen vinden dat waarschijnlijk heel vervelend. Die doen dat omdat ze dat voor de publiciteit of weet ik veel, ze zijn er verplicht tegenover de omroep of whatever. Dus die doen dat, maar die willen dat eigenlijk helemaal niet. Die indruk heb ik altijd, maar die is dus helemaal niet zo. Je pakt dat ding, ja, dat duw je tussen je benen en dan trek je het omhoog. En dan ga je zitten. Ja, ja. Ja? Je pakt het ding en stopt het tussen je benen en dan ga je op. Ja. Het is voor u een routinegebaar natuurlijk. Ik moet daar gewoon nee, natuurlijk. Nee. Ja, kijk, let op. Ja. Ga het voor doen. Oké. Okay. Ga eerst de stokken los. Ja, eerst stokken los, ja. Je pakt dat ding. Je tussen je benen en je gaat omhoog. Kom maar. Kom maar. Ja, meneer Wijdbeen. Wat doet u nou? U moet op uw voet blijven staan. U moet dat ding tussen uw benen blijven houden. Oh, mijn god. Ach, man, houd toch op. Deze bal was er zo beroerd om toen hij deed zelf zijn kleppie open. Frisseloor achter je Rustig maar. Oh, ben je zo geschrokken, hè? Kijk, daar staat je moeder. Hoeven we niet te pikken. Zeg. Zeg hem de waarheid. Drel hoor. Waarom bos je nou toch steeds? Mama sliep al bijna als een roosje. Juist. Zal ik u eens wat vertellen? Nou, vertel je eens wat. Er is geen verzekering die u nog wil dekken. Hoef je niet te pikken. Hoort je dat? Dat wordt heel traag, Herman. Dat wordt heel traag. Zeg, wil jij ergens anders vervelen? Het zijn bal gehakt. Paardenslagen. Paardenslagen. Ik treed buiten mezelf. Ik zie geen enkel verschil. Je gaat naar binnen, je krijgt een aanval. Pas op. Zo. En wij praten niet meer over ballen gehakt, hè? Oké, waar gaan we het dan over hebben? Is toch geen bal gehakt, raak zelf? Is dat een bal gehakt? Nee, dat is geen bal gehakt. Ah, ze geven toe! Wat ah, ja, met dat soort balzen die... Wat ruimte nog, hè? Ja, valt nog mee, hè? Kijk daar nou, met haar raam eruit. Hoe moet ik nou met dat ding? Ja, weet ik dat. Je hebt het verkeerde clubje zitten trekken om. Verkeerde klepje, joh. Ja, je hebt een nassiebal getrokken. Nassiebal? En je weet toch wel wat een nassiebal is? Ja, natuurlijk. Die trok met die olifant over die alp heen. Ja, dat was Hannibal. Ja, jij kan het weten. Hoezo? Jij was erbij. Nou, zeg. Nou, hou
je op met die verhaaltjes. Je vreet die ballen, maar laat ons verder met rust. Ik heb wel eens ruzie gehad. Ik heb wel eens een boze brief gestuurd. Heb ik bewaard, die boze brief. Voor mezelf, niet voor openbaar. En ik denk dat dat ook goed geweest is. Om een keer boos op elkaar geweest, teleurgesteld door elkaar. En of dat nou mijn schuld of zijn schuld of beide schuld, dat is niet van belang. Maar we hebben die teleurstellingen, zeg maar, doorstaan. En we zijn er beter van geworden. Kijk, ik heb altijd heel erg graag met André een stap naar het buitenland willen zetten. Ik heb 3 weken een talencursus georganiseerd met André, Frans van Duschoten en Guus Verstraeten en mijzelf. Want toen was er een plan om André naar Engeland te brengen. Nou, als je hoopt, dan moet je wel vloeiend Engels. Nou, toen zijn we dus een week in Huis de Duin gekropen. En hebben we overdag les gehad. Joop had een leraar, een Frans, André en ik hadden een lerares. En we zaten in 2 kamers, kregen we les. En we hadden een koffiepauze, kwamen bij elkaar. En s'avonds moesten we huiswerk maken. Dat hebben we braaf zitten doen. En André, Frans en ik die wilden dan wel eens de kroeg in. Dat mocht niet van Joop. Nee. Huiswerk maken en dan vroeg naar bed. Want morgenochtend is het weer zover. En dan zijn we eens 2 avonden geweest dat we met z'n drieën op kouze voet het hotel hebben verlaten. Om toch nog ergens een biertje te drinken. Totdat hij weer met het grote hoofd door het raam kwam en ons terugriep. Dat was buitengewoon geestig. Als ik erop terugkijk, dat hij eigenlijk niet naar het buitenland wilde. En dat hij al die plannen van mij, dat hij dat een beetje afhield. Omdat hij... En als ik daar nu op terugkijk, denk ik, je hebt de juiste beslissing genomen. Want je kan heel erg alleen zijn in een hotelkamer voor 4 weken in Duitsland, bij opnames van tv-shows. Of waar ook in de wereld. Dat is een... Ik heb veel internationale artiesten meegemaakt die altijd maar reizen. En die echt doodongelukkig waren en alleen. En André heeft daarvoor gekozen om dat niet te doen. Om lekker toch in zijn huis te zijn. Draadjesvlees te maken, andijvie, gekookte aardappeltjes. En ik denk dat hij het gepresteerd heeft in al die gekte om gelukkig te worden. En dat is hij. André van Duin. Hoe groot de artiest Van Duin is geworden, bewees André met de superieur leuke uitreiking van de televisiering in 2010. Een onvergetelijk moment uit zijn belangwekkende en opmerkelijke carrière als volkshumorist. Het moment suprême. Potverdorie, wie zal het zijn, zeg. De winnaar is... Ik moet even mijn bril pakken. Is er een... Mijn bril weer. Hij ligt in de kleedkamer. Kan iemand even kijken? Mijn bril. Nou, ik kan het wel lezen. Het zijn grote letters. Het gaat wel. De winnaar is... Dat is leuk. Dat vind ik ontzettend leuk, want daar heb ik namelijk zelf ook op gestemd. Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want je wordt zo gevraagd in dit land. Maar ja... Het is... Wat een geweldig moment. Een geweldig moment. Dat vind ik zo fijn. Ik weet nou iets wat heel Nederland niet weet. En ik weet het. Ik wil daar nog even van genieten van dit moment. Ik vind het zo geweldig. Het geheim is de man zelf. Zijn karakter. De mens André van Duin. Het is een schat van een jongen. Het is gewoon een man van ons, van het volk. En hij is net zo aardig tegen de vuilnisman als dat hij morgen Willem-Alexander de hand schudt. Hij is André van Duin, André Kiffon is wie die is. En als je daarmee in aanraking komt, gewoon privé, ontmoet hem wel op een feestje of wat dan ook, is dat een hele leuke man. En denk je misschien als buitenstaande, god, wat een saaie Piet. Omdat je die komiek in je gedachten hebt. Maar als je met hem werkt, als je samen in het vak zit en je kent hem, zoals ik hem echt goed ken. Ja, het is, ik vind het heerlijk om met hem te werken. Het is een van de liefste mensen in ons vak die ik ken.
Kun je toch op je oude dag niet meer in een asiel stoppen? Hallo, Mo. Gaan we even een plasje doen? Heb je toevallig gehoord wat ik tegen Mo zei? Ja. Wat vind jij? Moet ik hem als het zover is een spuitje laten geven? Ik kan dat niet over mijn hart verkrijgen. Zo'n oud beest nog naar een asiel te moeten stoppen. Dat kan je het asiel toch ook niet aan doen? Maar zover is het nog lang niet, Evert. He? Laten we elkaar nou niet voor de gek gaan houden, Hendrik. Nee, maar... Het is een aflopende zaak, dat weten we allebei. Als ik straks dood ben, dan moet dit huis leeg worden opgeleverd binnen een week. Zonder hond. Op jouw afdeling zijn honden verboden, dus... Ik weet het gewoon even niet. Ik wil er ook niet over nadenken nu. Je hebt misschien wel gelijk. Je hebt gelijk. Zover is het nog lang. André, ja, hallo. Jij bent aan de beurt. Ja, dank je. Want jij bent ook onderscheiden vandaag. Je bent omroepman van het jaar. Ja, ik wist nog helemaal niet dat het kan. Dus je hebt een blad, dat heet Broadcast Magazine. Ja. Dat is eigenlijk een insideblad voor de mensen van de radio en de televisie. En daar, die hebben jaarlijks een verkiezing. En daar kun je voor verkozen. Maar ik denk, nou, dat is voor omroepman. Het woord zegt het al. Ik denk, dit is voor mensen die bij de omroep werken. Hè, of de programma's leven, zonder mol, Joop van den Ende, of omroepbaas of zo. Je vond dat je zelf niks geleverd. Nee, nou ja, maar niet als... ik ben wel bij de omroep, maar ik ben niet van de omroep, weet je wel. Nee, nee. Ik ben geen omroep vroeger. Ja. Ik ben gewoon een uitvoerend artiest. En ik ben samen met Paul de Leeuw ben ik de enige uitvoerend artiest die in die hele rij nu voorkomt. De rest zijn allemaal big bosses, zeg maar. Ja, ja, ja. Zullen we even een stukje kijken wat er gebeurde vanmiddag? Zie. Alles wat hij aanpakt, ik denk eigenlijk alles, is in goud veranderd. Dus hij heeft de magic touch. Acteren, lol maken, iets serieuzer. En je merkte langzaam maar zeker dat ook intellectuelen hem begonnen te omarmen. Ik weet nog, toen wij bij Zomergasten gast waren, hebben we ook een fragment van André van Duin laten zien. En dat was bij de VPRO, wij spreken tot dat met Nat Dan. En dat is het knappe van hem, dat hij heeft laten zien dat hij veel meer is dan wat inderdaad intellectueel Nederland dacht. En dat vind ik heel knap van, want hij is gewoon fantastisch. Iedereen vindt jou ook aardig. Wij kennen niemand die jou niet aardig vindt, in ieder geval. Wil je liever op een bankje zitten? Nee. Ja, dat is wel zo. Ik heb op social media bijvoorbeeld altijd heel weinig kritiek altijd. Mensen zeggen, joh, je wordt gezegd, een man moet dood. Dat heb ik nooit. Nee, maar mij is altijd wel aardig en lief. Maar hoe komt dat, denk je dan? Ja, dat heb je. Dat weet ik niet. Waarschijnlijk omdat ik al net als tien zo lang meedraai. En het is, maar je bent onderdeel van die mensen. Je hoort er gewoon bij en zo. Ja. En ik heb natuurlijk weinig naar. Ga je op een kerfstok? En dan stond ik op de Dam, weet je wel. En ik ben een piepshow. Piepshow. Wie wil mijn piepshow zien, weet je wel. Hey. Mijn piepshow even zien. Gulden mag in mijn piepshow in. Nou, jij bent zo'n lekker ding, jij mag wel voor niks even kijken. Oké, ben je er klaar voor? Even kijken of die goed zit. Komt ie, hè? En hoppa! De 75-jarige André van Duin is wellicht de meest geliefde mens in ons land. Over hem vind je geen ruzies of onaardigheden in de media. En zelfs op internet is men collectief heel lief en vriendelijk over hem. Hij is zonder twijfel een van de grootste humoristen uit onze amusementgeschiedenis. Onafvolgbaar en zeker onvervangbaar. Veel van zijn televisiewerk is tijdloos en kan nog generaties mee. En altijd opnieuw zullen mensen erom lachen,
Zoals er nog steeds gelachen wordt om Mr. Bean of de dikke en de dunne. Wereldkwaliteit dus. En dat is de grote tractatie waarop de jager André van Duin ons, zijn lachlustig publiek, zo ruimhartig tracteert. Ik ben André, ik doe mee aan TV, raar druif met kuif, noemen ze mij in het land. Ik ben André, heb je zin? Kom maar in, want ik geef een buik. We zetten stoelen aan de kant. Stoelen aan de kant. Daar is André. Heb je zin? Kom maar in, want ik geef een buik. Hey, jongens, wat een reuze pan. Je mag alles doen, je gaat je gang. De buren zijn niet thuis. De avond is nog lekker lang. We gaan nog eens naar huis. Olé, 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 olé. Hey, ik ben André, heb je zin? Kom maar in, want ik geef een buik. Jongens, wat een reuze pan. Hey, dat wordt een echte. Hey, dat wordt een fijne. Hey, dat wordt een reuze pan.